Hallo dames en heren, wij beginnen vandaag weer aan een nieuw avontuur met z'n tweeën. Ja. Children of Silent Town. Vind ik leuk. Ja, wat ik gezien heb is eigenlijk alleen dat het van Dedelijk Entertainment is, dat het Avenger bij stond en dat er mensen waren zonder ogen. Dus dat is een winnende formule voor mij. We gaan gewoon op play drukken en kijken wat er gebeurt. Ja. Safe slot, denk ik. Denk. Nou, ik denk we moeten hier al choices maken. Valt wel mee. It is a known fact that we all have ears to listen and eyes to see. Dat is waar. As we get older, our senses go numb and our perception fails us. Dat is ook waar. However, sometimes those who have a great sight look the other way, while those who hear well do not listen. Dat is ook waar. Because more than old age or any kind of illness, fear is often the hardest disease to treat. Children of Silent Town. Ever heard of Silent Town? Nee. A handful of roofs standing out in the heart of the forest. Goeie muziek. No voices, no noises, only whispers and gasps. People enslaved by rules to stay safe. Because while the forest by day was calm and peaceful, once night had fallen, you could hear them roar. Zijn monsters. The monsters. Zie je dat? Zie je het? Oké. Het is een meisje zonder pupillen, zonder voeten en met pinguïnflappers. Pinguïnflappers ook. Het woord flappers. Wordt een bal op ons gegooid. Ja. Het is een jongetje zonder ogen. Allemaal flappers. Wij heten Lucy. Ja. Could you throw the ball, please? Click on the ball. You got a ball. Nou. Ja, lekker. Een gouden bal ook. Bloep. En nu? Inventory. Bal. Nou, jongetje. Alsjeblieft, jongetje. We waren een nachtmerrie aan het hebben overdag. Meedoen met een spel. Het is overgooien, het is volleybalachtig. Volleybalachtig. Blue. Ga hem in die put gooien, let op. Ah, we moeten kiezen. Ah. We gaan... flexen. Dit? Ja. Je bent niet van de regels? Ik was gewoon benieuwd naar het supershot. Straight into the garden. Er komt een boze buurvrouw. Er staat daar... brood op het bordje. Ja, de bakkerij is die kant op. Die zagen we in een startfilmpje. Ja. Is dit onze moeder? Ja. Weet niet. Ja. Hij heeft wel goed haar. Een bijzondere jurk met een soort flapje. Dat klopt. En de bal is nu in de tuin. Het is ook donker in deze stegen. We zijn thuis. Dat is vader, denk ik. Dan moet de moeder helpen. Ik ga praten met deze kat. Squinty.
naast Shem zout. Oké. Okay. Pannen. Een stoel. Een open haard. Houtjes. Nou, wat heb je nodig? De saucepan. Ja, dat kunnen wij zeker. Hier, pak sauspan. We hebben een sauspan. Wat vind je ervan? Ik vind het sauspannerig. Sauspannerig. Ik denk dat wij saus gaan maken. Hier, moeder. Pick some up from the chest. Er zit een kat op. De kat moet weg. Wat is dit? Ja. Een luid? Aan de kat weg. Kat een lier weg, kat. Is het. Wat een goed woord. Oké, is een klok. Oké, wat zijn dit? Kaarsen? Ik denk dat we kattenvoer in die bak moeten doen, dat dan die kat daar wel naartoe komt, denk je niet? Denk ik ook. Ligt allemaal nog een beetje voor de hand, denk ik. Ja. Kat, ga weg. Kan niet. Pak een stok. Nee. Pak vreterij. Krijgen we die kat weg? Papa, help. Papa, pak de kat. Dit is één ding ook. Kan je niet naar buiten? Kunnen we iets naar hem gooien? Ik heb niks in mijn inventory. Ja, stop. Kunnen we hem prikken met zo'n stokje die naast het vuur staat? Heb ik net geprobeerd, dat kon niet. Maar dat kunnen we niet pakken, oké. Okay. Wat is hier? Okay. Pak me water. Water? Kan ik drukte net die stokken. En zei hij, these are tools from the fireplace. Kat, ga weg. Zit er iets in deze kast misschien nog? Ah, een goede uitleg. Moeder, de kat wil niet luisteren. Hier is een gat in de muur. Hide the cat in there. A cat flap. Catflap. Ah. Quinty, dus ga in de catflap. Nee. Oh, wat... Hoe kan dit nu al misgaan? Papa, ja, help. Go help your mother. Liar after dinner. Ik heb ook geen items. Was er met dat stout? Wat zei hij bij dat potje? Save up there from clumsy cats. Hmm. Lekker dit hoor. Zijn we toch pro gamer? Oh, we kunnen nog naar boven. Oh. Dat is handig. Hé, hey, een speeltje. Hé, hé. Lekker hoor.
Dat hadden we toen in die andere game ook al een keer. Dat we gewoon een hele kamer gemist hadden. Ja, dat klopt, ja. We hebben het ook echt heel erg dat we echt 3 kwartier een kamer gemist hadden. Dat is waar. Kattenspeeltje nemen we mee. Daarmee kunnen we hem wegjagen, denk ik. Ja. Dat is een bal. Dat is nu een platte bal. Handig ook met die vingers die we hebben. Floffy. Kastje. Toch wel handig, heel veel sok als je geen voet hebt. The Roars of the Forest. Ah! Tekeningen van mensen die problemen hebben. Maar we gaan met het speeltje, gaan we Squinty daar wegkrijgen. Oké. A girl, I'm 12. You got a sticker. Klinkt als collectibles. Achievement unlocked. Zie je dat ook? Hallo? Ja. Yeah. Oh. Zag je dat ook? Nee, in de achievement niet, nee. Soms zie ik het wel in de hoek, maar nu niet. Hier is Squinty. Hij heeft een bijzondere staart, heeft deze kat. Oh, de lier valt op. Hier bijna vallen. You got a note. We hebben die kat gered. Ploep. Kijk, my collection. Lucy notes down every unusual sound she hears, creating melodies. Ooh. Once a melody is complete... Kunnen wij liedjes maken? Ja. Vind ik wel leuk. And now back to the fire. Okay, you got some firewood. In the inventory. That's firewood in the fire. Ik heb het gebroken. Moet het vuur eens aan. Ja. De kat aan. Worsten uit de... Teken candle. Worsten uit de kelder. Teken candle. Daar liggen worsten. Candles steken we aan in de fireplace. Hup. Kijk, daar had jij ook al bedacht. We hebben een aangestoken kaars in onze zak. Ja, lit candle. Daarmee gaan we de kelder in. Kijk. Ja. Lit candle in de houder. Hoppakee. Heel die kamer in het licht. Zie ik had zitten. Je zit daar bij een aantal gebundelde vissen. Gebundelde vissen? Ja, is het toch? Ja. Spijkers. Gebundelde vissen. Vader weet veel. Oké, wat is daarachter? Een old rusty sickle. Die ik niet kan oppakken. Oh, die worsten kan ik pakken. Oké. Nou, die worsten moeten naar moeder. Now that I think about it. Goed geluid. Telt niet als een geluid, blijkbaar. Er is iets gaande. Er is iemand ontvoerd door die monsters, denk ik. Mogelijk. Hmm.
Hoeveel heb je gehoord, denken ze nu? Ja. Another missing person. Moeder, ik heb worsten voor jou. Hier. Zout. Gebruik kruk. Je hebt een kruk. Gebruik kruk. Daar. Kat. Die kat. Ja. Die kat wil ook graag zout. Lekker hoor. You're okay, I was so scared. Ik ben wel een kruk gevallen van 20 centimeter. Kat gaat door het kattengat. Kattengat? Dat is een water, hè, bij Zweden. Ja, dat weet ik. We mogen niet naar buiten als het donker is. Ja, klinkt goed. Ja. Eloise. Stomme kat. Ja man, altijd die kat. Ja man. Stel voor dat we hier een checkpointje maken. Dat is goed. Dan hebben we het begin gedaan. Dat is gewoon het ontmoeten van Lucy en de fam. Ja, en gaan we in de volgende video buiten spelen. En in de schuur, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Graag tot dan. Doei joh.